Ja, het snijdt er wel in. Maar ja, het heeft weinig reflectie op mijn prestaties voor het moment. We hebben een schitterende dag gehad. En we kunnen nog eens een tijdsnummer winnen ook. Ik zelf die de baanronde win. Ik ben altijd de man geweest die de anderen aantrekt en de gangmaker is voor de snelheid. En ja, blijkbaar heb ik ook nog het een en ander over in mijn benen. En ja, het is echt niet normaal wat er mij allemaal overkomt. Ik kan het echt niet vatten. Ga je het missen, Kuipke? En wat ga je vooral missen? Alles. Van hier toe komen als het volledig leeg is, als hier muis stil is. Tot de momenten dat hier tot een ok gevuld is en dat de boel hier ontploft. En alles daartussen. De momenten met de verzorger, met de mechaniekers. Die stress. De momenten dat je weet van, oh, het is bijna gedaan die avond. Dat je weet van, oké, we kunnen bijna relaxed naar huis. Samen eten met die renners. Al die kleine dingen. Alles. Ik heb alles in mij proberen oppakken. Alles proberen volledig meenemen en proberen van genieten. En ik denk dat ik daar vrij goed in geslaagd ben. En ja, ik probeer gewoon niet te veel in die gedachten te kruipen. En nog vol te focussen op de wedstrijden. Denk je dat je hem veel meer zult zien nu of gaat hij toch nog bezig blijven in het wereldje? Ik zal hem sowieso wel meer zien, want de trainingen vallen weg. Dus als hij dan thuis is, is hij thuis. Hè. Maar voor de rest, hij is zijn leven gewoon van altijd op baan te zijn. En ik denk, nu moest hij hem de hele dag thuis houden. Allee, dat gaat sowieso niet werken, niet voor Kenny, maar ook niet. Allee, we zijn dat niet gewoon, hè, om samen altijd thuis te zijn. Hij moet gewoon vooral doen wat hij graag doet.